Hold up. Hallo, hallo und willkommen bei einer neuen OMSI Let's Play. Of in het Nederlands mensen, welkom bij een nieuwe OMSI Let's Play video. Een video waarin wij een ritje gaan kijken met deze mooie Citaro van Mercedes-Benz de O530. Of 530 O, zoals ooit wel gezegd. In de mooie repaint van RAT Paris. De mooie repaint van het Franse vervoersmaatschappijbedrijf. De RATP. Met hier de ticketautomaat. Validé pour voyager. We hebben de lichten al aanstaan, mensen, zoals jullie kunnen zien. En we gaan vandaag route 28 rijden. In de regen van Oosterveld. Maar is dat naar de eindstation, naar het eindstation. En dat is Parkstraße in Alheim, Stuttgarten, Parkstraße. Dat is een halte op de map van Alheim-Lorenzbach updated, zoals jullie al hadden kunnen merken. Onze bus die draait al, we hebben de verlichting aan. We doen nog even het raampje naar beneden. Lijkt alsof het iets minder regent, maar dat is bedrog. Zo zien jullie maar weer. Dan zul je je afvragen waarom het raampje naar beneden als de kachel in godsnaam aanstaat. Nou, dat is omdat we toch maar 3 liter verbruiken op 100 kilometer. Ook wel niets. We rijden bijna op gras. We gaan vertrekken, mensen. We rijden daar met de muis. Ik wens jullie heel veel kijkplezier. Ticketautomaat, de Novitus, die ook gelijk staat met de tijd, namelijk 19:34. Wel nog even onze route inderdaad instellen, want op dit moment, en ja, dit is hem, naar Parkstraße. En dan zien jullie dat wij nog 10 minuutjes te vroeg zijn, dus wij spoelen de tijd even 9 minuten door. Een nieuwe mensen die staan te wachten, dus dan kunnen we doorrijden, beste mensen, naar de volgende halte. In zo'n bus in de regen, want zoals jullie zien zitten de regendruppels hier aan het raam, vandaar ook dat ik het raampje een beetje open heb, want met die druppels zie je eigenlijk weinig tot niets. Ja.
Bäume. Irritante. Guten Abend. Oh, guten Abend. Bij deze bus is dat iedereen achterin wilt instappen, heb ik de indruk. Dus dat is voor mij heel irritant. Aangezien dat het deurensysteem achteraan veel trager is dan het deursysteem vooraan. Kommst du noch oder nicht? Nein, sie kommen nicht. Evenwijdig met het spoor in de Citaro in de kleuren van Paris. En het is opleiding door het donker met die regen. Dus het zit in het echt ook, maar misschien nog wel meer op deze manier dan in het echt. Het scheelt, het is rustig op de weg. Dus dat geluk hebben we dan wel weer mee. De deur gaat nu automatisch open, dus dat scheelt wel. Die overkorte. Waar het eigenlijk wel een mooie screenshot genomen kan worden, vind ik. Zo. Dat is ook weer gebeurd. Grand Theft Auto, waar we zijn beland, is een achterwijk. En hier is zowaar een halte. Ik weet niet of dit hardcore is, waarschijnlijk wel. Want ik had de route help even uit hardcore. Met de mooie DAF XF.
entschuldigen Sie, ich wollte gerne eine Fahrkarte haben. Hallo? Hallo. Sie wollen eine Fahrkarte? Eén keer drukken en dan doordrukken. Zo werkt het dus. Und ein Grugel. Danke. Bitte. Dunkel, aber der Rest nicht mehr leicht. We hebben twee lichten, eentje links, eentje rechts, en meer is er niet. Alleen hier de deurlichten die zijn nog. Of ik ben niet blind aan het doen, want volgens mij heb ik niet meer licht. Uit, aan, uit, aan. Hallo. Machen wir doch mal ein bisschen Licht hier drin an. Einen normalen Fahrschein bitte. Sie haben mir zu wenig Rückgeld gegeben. Danke. Wir fahren jetzt. Wir fahren.
Is ook even stop met regenen, mensen. Dus dat geluk hebben wij ook aan onze kant. Het Hoogbaan, Hoogbaanhof, mensen, met hier nog de, oh, ik wou zeggen de Intercity, maar er komt volgens mij geen trein meer. Wel nog bus 10 en bus 27 naar Brekkenveld. Daar rijden wij niet heen natuurlijk, wij zijn route 28 naar Paakstraten. Ik heb ook al redelijk veel met Mercedes gereden, mensen, maar wat is echt jullie lievelingsauto of bus of merk, zeg maar, waar jullie in hebben gereden? Laat even weten in de comments. Natuurlijk, als je nog niet gereden hebt, dan kan je daar ook niet op antwoorden. Maar laat even weten in de comments, mensen. Bij mij is dat zelf wel Mercedes. Het is geen dikke nekken verhaal of rug. Maar dat... rijdt gewoon het lekkerste van de merken die ik al heb gereden. En dat zijn, even kijken, Ford zit daarbij, Peugeot zit daarbij, Volkswagen zit er ook bij, maar Mercedes blijft toch de topper van de vier. Om te rijden, als ik heel eerlijk ben, ik weet niet of deze map voor deze bus gemaakt is of welke bus gereden zou moeten worden. Ik denk in ieder geval niet met een verlengboost op deze route. Ze hebben ook weer prachtig gemaakt, mensen. De universiteit. We komen hier voor het eerst op de man van Alheim-Lorenzbach op het daten. En die is nog aardig druk, beste vrienden. Veel volk in onze bus vanavond. Universiteit in Alheim, Lorenzbach, updated. Moet ik erbij zeggen natuurlijk. Het ziet er inderdaad wel donker uit. Maar ik krijg niet meer licht in dan het nu is.
Boah, das ist schlecht jetzt hier. De kruispunt doet me ontzettend veel denken aan dat in Berlin-Spandau, waar je hier de route hebt naar Freudstraße, dat je hier een linkse straatje hebt. En dan heb je hier verder achter ons, zeg maar, waar we vandaan komen, daar ligt dan Stadtgrenzen. Wie herinnert zich die route nog, jongens? Route 92 naar Stadtgrenzen vanaf Freudstraße. Ja. Daar begon het allemaal natuurlijk, optie. Het was nog optie 1. Jeremiastrasse, waar niemand staat te wachten. Trouwens, 4 bussen hier op deze halte. Ongelooflijk, 5 zelf. Ja, ik herinner me inderdaad van Berlin-Spandau dat daar ook een halte was. Dus we kunnen verder richting Freudstraße. Dat is mensen, we gaan natuurlijk naar Parkstraße. Maar het zou me niks verbazen als dat zo'n rotonde is van Berlin-Spandau. Kop hoog, dat handen gaan water. Ik denk dat al die haltes ook op Berlin-Spandau zaten. Want Berliner uit Breslauer Platz, dat klinkt heel bekend. Bernauer Platz, sorry. Verwarring met de kaart van Breslau. Die heb ik zelf niet in mijn bezit. Volgens mij een paar P-wet-dingen daarvoor nodig. En je kan niet alles hebben natuurlijk, beste mensen. Ik moet zeggen, de beste mappen die ik nu speel is eigenlijk enkel nog Alheim-Laurensbach. Vandaar al de video's. Maar de mappen van Vlietburg 6.7 mag er zeker en vast ook zijn.
En de andere mappen natuurlijk ook, alleen er moet één de beste zijn. En daar speel je dan natuurlijk altijd op. Want eerlijk is eerlijk, dit is een prachtige map, moet je kijken. 2018, ik zal het zomaar zeggen. Maar dat scheelt wel mooi voor ons. En een beetje hapering. Maar normaal. Stem zit wel de hele tijd te praten, maar iedereen is al uitgestapt en ingestapt natuurlijk. Een aantal tickets. Dan laten we even een kijkje nemen naar het houtbaanhof hier van Anaheim. Updated. Natuurlijk, want de map is updated. Dan zie ik daar een Franse vlag, ook een Italiaanse. En hier zitten de coffeeshops volgens mij. Of wat is dat hier? Flisses Markisten Object Service. Ook een Fahrschule, Balushke en Alkool. Ja, Barack Obama. Lijkt er een beetje op. De Saturn. Het houtbaanhof ziet er ongeveer nog hetzelfde uit als vroeger. Ziet er wat mooier uit met de rode markering hier. En dit bord, daar hou ik van natuurlijk, deze ledborden met de bussen Notre-Aigue-Molen, Bonn-Bad, Almen-Houbenhof. Ziet er netjes uit. Als ik bussen op de map online had staan, dan hadden we hier een heel harde lek gehad. Vandaar dat je geen enkele ziet. Behalve hier die van ons. Toch deze worden als thumbnail, beste mensen. Dus als jullie de video zien, dan is dit een thumbnail geweest. Ja, ja. Alle mensen hier van, jetzt nach Frankenstraße und Parkstraße. RAT Paris. Mesdames et messieurs. Was ist denn der Scheiße? Der fährt ja, das ist ja unglaublich. Franken. Du hast eine Wanderer. Ja, wat is straat ook alweer in Frans? Franken. Frankenmilieu, Frankplaats. Stappen mensen uit. Au revoir. Tschüss. Auf Wiedersehen. Denk je in deze Citaro is het gekraak, het geluid van de wielen op het wegdek. Dat moet ik eerlijk bekennen, dat is heel erg irritant. Maar verder is het een heel mooi bus. Ook mooie sounds, zoals de richting aanwijzen. En het motorgeluid zeker. Alleen het gekraak is iets minder op de grond. Dat kan misschien ook komen door de regen, want het klinkt een beetje alsof je door de regen rijdt. Aangezien ik daar straks de regen op heb gezet. We gaan hier linksaf, mensen, richting Leipzigerstraße. Ik lijk net een, hoe noemt het, een tourgids.
Lesnerstrasse doet me altijd een beetje denken aan Delden. Geen idee waarom. Maar in Nederland is er een dorpje, Delden. Het ligt ergens tussen Twente en Overijssel, denk ik. Klein dorpje maar. Stond er ook een kermis afgelopen tijd. Klein kermis, maar met een paar kleine attracties. Vandaar niet geweest. Te ver eigenlijk voor de paar zaken die er staan. Een wipje, een autoscooter. Ook even meegeven mensen die we toch op kermis hebben. De skate jumper van Atterwied Odderman. Die is verkocht naar Engeland. Skate jumper will not be on High Park London. It will be replaced by the Disco Jumper XXL. De andere jumper die we hier in Nederland hebben. De jumper van Rye. En die mag er ook zeker zijn. Good shows heeft hij. Zeer goede show. Ja, zeer goed. Goede shows gewoon zoals het moet zijn. Niet overdreven goed, maar zeker niet slecht. Beter dan de skate jumper vond ik. Alleen de snelheid die mist nog iets aan de, hoe noemt het, Disco Jumper XXL. Die snelheid is nog eerder low dan XXL. Maar goed, dat komt misschien nog allemaal volgend kermis seizoen. Ik wil zeker ook nog wel eens een ritje op Mago als ik hem tegenkom. En die niet te duur staat natuurlijk. Want een onderride die hebben wij nog niet van de skate van de Disco Jumper XXL, van de skate jumper wel. Die hebben wij gedaan in Geleen 2017. Hier stonden twee bushaltes, maar hier hoeven wij niet te stoppen. En als dat wel zo was, dan krijgen we zo een boze passagier die naar voren komt. Daar staat een mooie basketbal in de verte. Stel, er komt nog een bus achter ons. De kans is heel klein. Als je even nadenkt, is die heel klein. Als je even nadenkt, mensen. Maar anders, inderdaad, ook dan is altijd een kans. We gaan los. Yes, we gaan naar Stickwiese. Nächster Halt, Stichwiese. En deze Mercedes-Benz rijdt lekker. Mercedes-Benz heb ik daar nog wel. Ja, de meeste mensen zeggen gewoon Mercedes uiteraard. Deze meneer gaat niet mee, maar er wil wel iemand afstappen.
wel even netjes recht zet, want we staan een beetje schuin. Zo, dat is al beter. Vandaan. Die heeft ons ingehaald over het voetpad. Het is ook dag van de gekken hier, geloof ik, vandaag in Alheim. Nou, plankgas. Ik had het gedacht. Als je een wolfje ziet, mensen, dan blijf je maar beter heel ver weg van alles wat een Volkswagen logo draagt. Einmal kurz strecken, bitte. Eenmaal rare dingen. En een paar mensen hebben zin om overreden te worden, denk ik, zo midden op de straat. Even kijken, Einmal Fahrschein, bitte. Nee, geen Fahrschein. Hallo, entschuldigen Sie. De vrouw heeft grote mond, maar ook goed borsten, dus ik denk dat ze Sie haben mir zu wenig Rückgeld gegeben. Alle drie maar eventjes stil kan zijn. Oh, Rückgeld. Komm ich noch, danke. Rückgeld, oh ja. Kijk, mensen, hier hebben we al onze bus. Het kan altijd natuurlijk. En hoe kan het ook anders? Mercedes-Benz. Volgens mij is het een tourbus. Oh, dit gaat mis. Ik kan nog even inzoomen op de tourbus. Maar moeten we heel snel zijn. Kijk, daar is het. Er zitten zelfs nog twee dames in. En we rijden verder naar Rotterdam. Es ist zu dunkel hier. Bonsoir. Nächster Halt, Wasserskianlage. Guten Abend. Bonsoir. Zo, mensen, komen wij stilaan bij onze Eindhoven Parkstraße. Eigenlijk waar we ook de route begonnen. Helemaal in het niets, in het donker, in het gras. Beetje in de woestijn. Kijk, dit bochtje ging nou wel eens goed. Nächster Halt, Wortmannstieg.
staan wij weer mensen voor het rode licht. Hallo. Zo mensen zijn wij aangekomen bij Parkstrasse. Nous sommes arrivés à Parkstrasse. Bonsoir. Ah, la prochaine. Je vind Frans bekend dat je heel lang denken welke woorden nu ook waren. Alleen maar oké en toe early bij de Parkstrasse hier in Oosterveldermarkt. Klein foutje is dit ook in de sprint, want we zijn niet voorbij Oosterveldermarkt kazerne geweest. Dat moest deze halte zijn. Daar rijden onze vrienden van DHL, of onze vijanden. En deze mensen stappen vrolijk het bos in. Goed, dit is Parkstrasse en ik weet niet wat hier te beleven valt. Oh, we zijn trouwens bij die basketbal, dat is dus hier. Die staat hier heel mooi op een hele kleine pilaar. En het lijkt wel een beetje een soort museum hier. Het zijn geen basketballen, maar het zijn allemaal planeten. Volgens mij zijn ze zelfs op volgorde van het zonnestelsel. En ook dit springt er mooi uit hier. De mooie plek waar zelfs ook nog een bushalte is hier. Even kijken welke lijn dat is. Lijn 28 van Stuttgart naar Parkstrasse. Dus hier kunnen wij ook eventueel komen. Of mijn collega zal het wel doen. Goed, wij hebben de bus gestopt, mensen. Wij gaan hier afscheid van elkaar nemen. Ik dank jullie voor het kijken naar deze Omsi Let's Play. De Parkstrasse van route 28. Van Oosterveldermarkt naar Parkstrasse. Thanks for looking at this video. Thanks for watching, guys. Subscribe if you haven't done that. And like the video. En laat vooral een leuke reactie hier onderaan. Thanks for watching, guys, and I see you next video. Tjus!